Je merkt ook dat, dat is ook heel, dat van nou en van het kader is een hele belangrijke, dat het is bekend dat mensen die ook in hun opdracht meer kaders krijgen, creatiever kunnen zijn, ja, dan mensen die in hun opdracht helemaal geen kader krijgen. Ja, 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 dus een vrije opdracht, ja, als ik tegen jou zeg, nou ja, verzin maar wat, ja. Ja, dan denk ik, ja. Maar als ik je een ongelooflijk gekaderde opdracht geef, ja, dan, dat is ook recent onderzoek naar creativiteit laat ook zien dat mensen, de meest creatieve mensen zijn de mensen die de meest strakke kaders naar hun hand kunnen zetten. Dus ook studenten die de meest creatieve studenten zijn die studenten die de opdrachten van de docenten, ja, als het ware naar zichzelf toetrekken. Ja. En net binnen die grenzen, net denken van nou, ik heb me hier helemaal niet aan gehouden. Ja. Maar ja, dat kon, want ik heb me wel aan die, ik, ja, heb me wel aan die kaders gehouden, ja, maar daarbinnen heb ik precies de vrijheid opgezocht die, ja, die kon. Klopt.